En dat liedje. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Nou, dat is toch leuk om te horen, zeg. Ik ben ook heel blij dat jullie er zijn bij deze filmcoach Freek. Oh, Freek, heb jij nou een nieuw t-shirt? Ja, inderdaad, goed gezien. Vet, hè? En, let op. Mijn naam is dus filmcoach Freek en samen met... Jeroen. En... Philip. Maken wij hier de films op ons YouTube-kanaal. Maar nu geef ik jullie een kijkje achter de schermen bij ons YouTube-kanaal. Yeah! Oh ja, en trouwens, ik heb in deze video een verrassing voor jullie. Afgelopen donderdag ging er natuurlijk weer een film in première op ons YouTube-kanaal. En dat was de film Gemiste Kans. En die film is echt nu al super vaak bekeken. Vinden we echt... Het is echt vet cool! En het leek me leuk om gewoon eens even naar wat stukjes film te kijken. Wat gaat er nou eigenlijk zo goed in die film? Waarom is dat zo'n leuke film? En ook jij had voor alles zwaar onvoldoende. En wat is dit? Ben je ziekenhuis aan het tekenen? Ga aan je rekenen, ga aan je spelling. Maar het is mijn nieuwste. Zegen maar! Nou, als je kijkt naar dit stukje, dan zie je dat de juf echt goed probeert te acteren in de film. He, ook hoe ze kijkt, hoe ze staat. Dus dat is echt heel erg cool. En dat maakt de film gewoon veel leuker. Dus acteren, ja, dat is wel echt heel erg belangrijk. Nou, nog iemand die iets over zijn beroep wil zeggen? Kunnen we nu eindelijk verder met de rekenles? Nou, dit stukje is ook heel erg leuk om naar te kijken, omdat je hierin ziet dat de groep kinderen met z'n allen echt probeert te acteren. Hoe ze kijken, ook hoe langzaam dan die vingers zo omlaag gaan, dat ze denken, oh nee, dat is complimenten van mij in ieder geval. Nou, ik heb een verrassing voor jullie, maar dat vertel ik straks. Donderdag is het weer Kinderrechten Donderdag. En dan gaat er om 4 uur weer een film in première op ons YouTube kanaal. Het leuke daarvan is dat al onze films live in première gaan. Wat? Nou, live in première, dat betekent eigenlijk gewoon... Poeh! Bij live première kijk jij als eerste de film, kan je chatten met elkaar, kan je reactie achterlaten wat je van de film vindt. Zorg dat je erbij bent op donderdag om 4 uur. De film die donderdag in première gaat, is gemaakt met kinderen van een school uit Zaandam. En die film die gaat over een vader die wordt ontslagen. Nee, weet je wat? Ik laat je gewoon een voorstukje zien. Speciaal voor jou. Waarvoor moest ik komen? U bent ontslagen! We moeten iets vinden waarmee we kosten kunnen besparen. 420 euro besparen we. Dat is weinig. We moeten veel meer besparen. Dan zit er nog maar één ding op. Zijn dat jullie ouders die jullie in de steek hebben gelaten? Nou, lekkere ouders heb je dan. Yes, nou ik ben net klaar bij In Holland, in Haarlem. En daar heb ik aan PABO-studenten wat verteld over het Kinderrechten Filmfestival. Maar wat zijn PABO-studenten, vraag je je misschien af? Hier leren ze bijvoorbeeld hoe ze later juf en meester moeten worden. En daarom heb ik wat verteld over het Kinderrechten Filmfestival. Nou, en hier is het nu echt super mooi weer. Maar filmcoach Jeroen, die is in Tiel. En volgens mij is het daar wat minder mooi weer, toch? Jeroen, kun je een beetje doorfilmen daar? Zo? Nee, wel niet? Weer of geen weer, we filmen gewoon door. Ook al regent het heel hard, hè? We zijn gewoon bikkels, toch? En het fijne is, we moeten een jas aan naar buiten. Maar jullie mogen geen jas aan bij de filmopnames. Maar we hebben iemand die de jassen vasthoudt. We hebben namelijk een jassistent. Hoi. En dan is het nu tijd voor de verrassing. Nee, echt. Ik neem je even mee. Je hebt natuurlijk vaderdag. Je hebt moederdag. Maar is er eigenlijk ook een kinderdag? Nee. Ik denk van wel. Nou, helaas niet. Ja, ik denk het wel. Het is bijna elke dag kinderdag. Iedere dag. Ik hoop het. Ja, die is er. En ik zou je vertellen, dat is morgen al. Want morgen is het de dag van de rechten van het kind. Eigenlijk is dat dus een soort kinderdag. En om dat te vieren gaat er morgen een extra film in première op ons YouTube kanaal. Ja! Deze film is gemaakt met allemaal abonnees van ons YouTube kanaal. Dus als jij erbij was, laat het even weten.
En het thema van deze dag is als een baas. En daarom ben ik bij de baas van Nederland langs gegaan. Wie is de baas van Nederland? Precies, de koning. Meneer de koning, wat zou u nou willen vragen aan onze kijkers? Als jullie nou één dag de baas van Nederland willen zijn, wat zouden jullie dan doen? Laat achter de reacties en dan kom ik erop terug. Bedankt voor het kijken en heel veel plezier deze week met de twee films die dus dinsdag en donderdag in première gaan op ons YouTube kanaal. En cut! Ah, shit.